Dit is een oude brandweerauto uit 1925, de Magiris, met de ladder nog achterop. En dit is de nieuwe hoogwerker, een bakbeest van 25 ton met de nieuwste technische snufjes. Het bijzondere daarvan is de watertank die erop zit, de bluspomp die erbij zit. Dus je kunt sneller je inzet bepalen. Ja, techniek staat niet stil, die gaat heel hard. Hij is veel sneller, je kunt sneller opstellen, het is veel veiliger gemaakt. Grotere mand, er kunnen meer mensen in. Je kan met rolstoelen bijvoorbeeld in de korf, dat is ook iets nieuws. En dat is nog niet alles, want in principe hoeft de brandweerman niet eens meer de slang vast te houden om de brand te blussen. Omdat je voor het radiografisch kunt bedienen, krijg je gewoon een afstandsbediening erbij op je buik. En daar kun je gewoon heel de hoogwerker mee bedienen. Er zit een camerasysteem op dat je ook vanuit de korf verschillende posities kunt bekijken rond de hoogwerker. Lijkt mij net een computerspelletje, want je zit op een camera te kijken en dan ga je spuiten. Ja, in principe wel. Ja, dus je moet echt wel een beetje verstand hebben van computers en van de spelletjes. De hoogwerker is de eerste van zijn soort in Nederland. Al de nieuwe snufjes en techniek is wel even wennen voor de Tilburgse brandweermannen. Iedereen moet dan ook eerst goed ingewerkt zijn op de nieuwe wagen voordat ze er echt mee gaan uitrukken. Het is allemaal nieuw. Het is toch wel andere handelingen die we moeten doen als voorheen. Maar het kan wel goed komen. Maar trots zijn ze wel op hun nieuwe aanwinst. Ja, daar zijn inderdaad beren trots op, ja. Ja. Zijn we blij zijn als je mee het kan gaan rukken, ja, dat we daadwerkelijk de inzet kunnen zien. En vooral als een mooi nieuw voertuig. En dan nog zorgen dat we heel aankomen, dat je ook mooi blijft. En gaat dat de bekijks.